aarzelend begon het jaarlijkse Uit Groningen gistermiddag. Met Ernst Bobby en de rest als openingsact. Rond de 30 culturele instellingen gaven acte de présence op de vismarkt. Naar Amsterdams voorbeeld beleefde de stad gisteren Uit Groningen. Vandaag, donderdag 11 september, is de eerste uitmarkt in Groningen. In 2004 is het Groningen Uitbureau opgericht en we hadden eigenlijk altijd al de ambitie om een keer een uitmarkt te organiseren. De uitmarkt bestaat al 30 jaar in Amsterdam en is ook daar een vooruitblik op het nieuwe culturele seizoen. En wat de bedoeling is dat mensen in stad en provincie een voorproefje kunnen nemen op het nieuwe culturele seizoen, ook in stad en provincie. Dus alle theaters die bieden hier een voorproefje. Er wordt geprogrammeerd op 7 verschillende podia. We hebben op de vismarkt het hoofdpodium staan. We hebben hier een circuspodium op de vismarkt. Een grote tent. Huis de Beurs, Huis de Maas wordt geprogrammeerd in de A-kerk. Het CBK is open, Noorderlicht. Zelfs in Vera hebben we een concert. En alles is gratis toegankelijk. Naast allerlei theaters, muziek, toneel en dansgezelschappen, zowel modern als klassiek, presenteerde ook New Attraction zichzelf. New Attraction staat voor het urban segment in Groningen en omgeving. En natuurlijk is het belangrijk dat we op de uitmarkt in Groningen ook laten zien wat we in de urban segmenten allemaal doen. Dus we hebben hier vanmiddag van 5 tot 8 een mooi urban programma. Als voorproefje op het festival, volgend jaar 4 juli aan de Kardingerplas, gaan we weer helemaal los. Het Uitbureau Groningen werd al tijdens de voorbereidingen verrast door enthousiaste toezeggingen van de instellingen. Het publiek stroomde 's avonds massaal toe. We zijn Gronings bescheiden begonnen op een donderdagavond, maar er was zoveel animo dat ik denk dat we volgend jaar zeker naar een vrijdagavond en een zaterdag kunnen toegaan. We gaan in oktober evalueren en dan zullen we zien wat de plannen gaan worden voor volgend jaar.